Ga je een boek uitgeven, zelf of samen met een uitgever, wat je wil? En je wil daar graag een gratis training bij geven om je boekverkoop extra te stimuleren. Oké, okay. mag dat eigenlijk wel van de wet op de vaste boekenprijs? En hoe kunnen we daar misschien een mooie omweg voor vinden? Blijf kijken voor het hele antwoord. Als je een boek gaat uitgeven, dan heb je te maken met de wet op de vaste boekenprijs. Nou, vast allemaal wel eens van gehoord, hè, die geldt vooral in Nederland voor Nederlandse boeken. Dat betekent dat er door de uitgever een prijs wordt vastgesteld en dat iedereen die dat boek verkoopt hè, als nieuw boek, dus even los van alle tweedehands boeken, want dat gaat heel anders. Als je een nieuw boek verkoopt, dan moet dat altijd voor exact dezelfde prijs. Je wil natuurlijk eigenlijk de boekverkoop stimuleren. Nou, kan het zijn dat je zegt: Ik wil heel graag op nummer 1 komen bij managementboek. En dat je bijvoorbeeld heel specifiek die kopers iets extra's zou willen bieden. Of meer in het algemeen: Je wil de boekverkoop stimuleren en je wil daar een gratis training bij geven. Nou, omdat je dus ook niet zomaar korting mag geven op je boek, zijn hier bepaalde regels aangebonden. Ik ga je uitleggen hoe dat zit. Bij een boek mag je wel nog digitaal materiaal aanleveren. Misschien uh, ken je dat nog, nog wel van vroeger van schoolboeken, dat daar nog wel eens al een CD-ROM bij zat of iets dergelijks. Dus je uh, vroeger bij een vandalen woordenboek ook nog een CD-ROM meekreeg waar dan ook nog de hele vandalen op stond. Op die manier mag je dus digitale producten meeleveren. Het gaat erom dat die digitale producten eigenlijk bij dat boek horen. Dat dat één geheel vormt. Of... Dat het digitale product eigenlijk vooral een digitalisering is van dat boek. Dus als je een training wil geven, moet dat dezelfde inhoud hebben als dat boek. Of natuurlijk een kleiner deel daarvan. Maar het mag eigenlijk niet iets extra's bieden. bovenop er wat er in dat boek te lezen is. Het kunnen dus hooguit extra materialen zijn. in de zin van extra resources, extra bronnen die je wil laten zien. Uh, dat je misschien wat linkjes wil gebruiken naar andere video's en zo. Allemaal helemaal geen probleem. Maar die training mag niet een andere inhoud hebben dan je boek. Verder is het belangrijk dat de waarde van zo'n training dus eigenlijk ook niet de waarde van dat boek overstijgt. Um, het gaat erom dat jouw training niet als een korting gezien mag worden op dat boek. Je mag wel andersom zeggen. Iedereen die naar mijn training komt, krijgt ook gratis het boek. Want je mag een boek wel gratis weggeven. Dus dat zou nog een optie kunnen zijn. Wat dus niet mag, omdat je geen korting mag geven, is die training alleen maar aanbieden aan mensen die nog aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die dus bijvoorbeeld specifiek bij een bepaalde boekhandel iets hebben gekocht. Of die het boek in een bepaalde periode hebben gekocht. Want dan geef je bepaalde mensen in feite alsnog korting op dat boek. En dat mag niet. Het blijft dus belangrijk dat altijd als je iets extra's bij het boek wil bieden, dat dat geldt voor iedereen die dat boek aanschaft. Daar mag je dus geen onderscheid in maken. Het kan misschien hooguit zo zijn dat je zou zeggen: ik ga de training live opnemen. Dus iedereen die voor een bepaald moment het boek heeft gekocht. Die krijgt de mogelijkheid om live bij de training aanwezig te zijn. En nou ja, hè, dat zij dan ook nog wat vragen kunnen stellen, hoort daar dan misschien gewoon een beetje bij. Maar dat betekent dus niet dat je die training exclusief aan deze mensen aan zou mogen bieden. Als je de training gewoon opneemt en vervolgens aan iedereen die het boek gekocht heeft aanbiedt, dan is er niet zo heel erg veel aan de hand. Dus let op dat wat je ook doet en wat je ook extra wil bieden, dat dat nooit een korting op een boek oplevert. Om even aan te geven waar het wel eens fout kan gaan. Christine Le Duc verkocht een paar jaar geleden de trilogie van de 50 um, Shades. Nou, ja, past misschien wel bij een winkel als Christine Le Duc. Wat deden zij nou? Ze hadden die prijs van dat pakket met ik geloof 9 cent verhoogd. Of 99 cent misschien. En wat gaven ze daar vervolgens bij? Handboeien die ze normaal gesproken voor 9 euro. En 99 cent verkochten. Nou, dat mocht dus niet van de wet op de vaste boekenprijs, omdat dus het product eigenlijk dat tientje waard is, maar daar veel minder dan dat tientje bijgelegd moest worden bij die boeken, die twee wel aan elkaar gekoppeld waren, waardoor je dus in feite, eh, nou ja, zeg maar, 9 euro korting kreeg op het boek, omdat je dus die gratis handboeien erbij kreeg. En dit is een voorbeeld van een boekhandel, maar ook als auteur heb je daar dus mee te maken. En mocht je dus Boeken verkopen zelf van een andere auteur, omdat je daarmee samenwerkt, maar zelf geen boekhandel bent. Let dan dus ook op dat ook voor jou die vaste boekenprijs geldt en jij dus ook niet zelf iets extra's aan mag bieden, omdat mensen het via jouw webshop of via jouw bedrijf kopen. Dus het maakt eigenlijk niet uit wie het boek verkoopt. Het gaat erom dat het nooit een verkapte korting mag zijn en nooit voor maar een specifieke groep mensen. Als er al iets extra's bijgeleverd wordt, dan moet dat gelden voor iedereen die het boek koopt. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, omdat je boeken gaat verkopen, omdat je een auteur bent, omdat je misschien zelf boeken gaat uitgeven, boek dan vooral even een adviesgesprek. Dat kan via www.oploskoffie.nu. En dan spreek ik je heel graag over de wet op de vaste boekenprijs en hoe je hier misschien toch nog slimme oplossingen in kunt verzinnen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Klik nog even op het duimpje omhoog en stuur deze video vooral door naar andere mensen die boeken verkopen of zelf een boek willen gaan uitgeven. En dan zie ik je heel graag weer volgende week dinsdag voor een nieuwe juridische video. Bye bye.